Oh, dat is zo zwaar, jongens. Hallo, goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 14 december, the day after my birthday. En het was heel gezellig gisteren. Leuke verjaardag gehad. En nu door met de rest. Vandaag ga ik wat aan mijn intro werken weer, want ik heb nu de foto's van Bart, dus die kan ik nu verwerken. Jola die gaat naar school, dan eventjes naar de opvang, dan haal ik er vroeg op. En dan gaan we wat lekkers, zullen we wat lekkers te eten maken vandaag of zo? Ja. Ja. Ik ga via haar doen, schat. Kom even zitten. Zo, ik heb eventjes de 2017 terugblik video afgeëdit. Die was nog niet helemaal af. Dan ga ik zo de vlog nog even editen van gisteren, die vandaag online moet. Are you ready? Let's go! Dankjewel. Mwah. En ik heb een cadeautje gekregen. Wat een leuk cadeaupapier. Sappa. Ja, dat is heel toepasselijk. Dat is cool. Oh, vet. Een unicorn. Een hoplaags unicorn. Je kan hem zelf ook gebruiken. Wow. Oh, vet, hè? Goh, je kent me wel goed, hè? Het is 18 plus, gelukkig. Een 18 plus unicorn. Oh, dus het kijk, een staartje die trilt, zie je? Een staartje. Of die unicorn zelf, op de kop. Zo, Bart is weg uit kantoor. En Joris ook. Ze zijn ineens zomaar samen richting de stad gegaan naar Pathé de Munt. En daar zijn ze naar een hele speciale nieuwe zaal met stoelen en allerlei lichten om je heen die alles helemaal speciaal maken in de bioscoop. En misschien weten jullie wel dat Bart en ik echt bioscoopfreaks zijn. We hebben ook een Pathépas, maar ja, meer gewoon filmfreaks. We kijken gewoon heel veel films, weinig tv, heel veel films en series, maar vooral films. Dus ja, ineens hadden ze dat bedacht dat ze daarheen wilden. En ik ging niet mee, want ze gingen naar Star Wars. Nou, als ik ergens niet heen ga, dan is het wel naar Star Wars. Maar dat maakt niet uit, want ik ben weer mijn project aan het openen. En dat doe ik in Motion, Apple Motion. En dat is me wat. Dat is echt, dat is echt wel een programma dat ik denk van wat ben ik allemaal aan het doen. En ik ga maar een beetje proberen. Maar zo ben ik ook ooit met Final Cut begonnen. En dan uiteindelijk ga je gewoon. En als je een keer iets niet snapt, dan zoek je dat even op een tutorial op YouTube. En dan kan je weer verder. Maar het enige nadeel is, voordat je het weet, dan is het alweer een paar uur later. Ik ga wel gewoon even vaartdrager proberen te zetten. Deze waren laatst in de aanbieding bij de Albert Heijn. Dus ik dacht, laat ik dat eens een keer proberen. Ik heb dat nog nooit geprobeerd, zo'n vers pakket voor soep. Dus deze linzen courgette soep ga ik eens even maken. Here we go! Zo, een nieuwe poederbaasmuts. Heb jij hem al gezien? Hè? Vet, hè? Nieuwe? Ja. Heb je die gekregen weer? Ja. What? Ik heb er ook weer eentje voor jou. Yes! Ja, leuk. Oké, we gaan fietsen. Is hij leuk? Ja, heel leuk. Beetje roze erbij. Licht roze. Zo. Weer eens een keertje op de fiets. Want de sneeuw is weg. Wat ik heel jammer vind. Heel jammer. Maar wel fijn dat we weer lekker kunnen fietsen. Hè? Ja. Ja, lekker. Frisse neus. Lekker. Lekker. Ik zou Jola natuurlijk vroeg ophalen vandaag, maar dat is het nog steeds. Het wordt alleen super vroeg donker. Zou Bart in die bus zitten? Nee, dat is wel heel snel. Wow. Die ging de stad in met de bus. Zal ik dit kunnen met jou achterop nog, deze brug? Oh, dat is zo zwaar, jongens. Als ik dit nog kan, dan ben ik echt een fit mom. Een pregnant fit mom. Ja, je kan het, Lisa. Je kan het. Je kan het. Zelfs met je oude stadsfietsje. Je kan
met een groot kind achterop. En een kind in je buik. Ja, ik heb het gehaald, man. Feels good. Normaal heb je een IMAX intro, dat is altijd heel vet, ja. Maar het gaat niet om de intro. Dolby Digital, of Dolby Cinema. En dat is, ze creëren een hele andere beleving gelijk. Je komt al binnen met een heel groot scherm aan de zijkant. En een andere verlichting. Die zaal die loopt veel rechterop. Zodat er lange mensen, als die voor je zitten, dan zit je niet tegen mijn hoofd aan te kijken. En resolutie is 2 keer zo hoog. Het zijn laserprojectoren. Ja. Dus het is, ja, je hebt HDR, dus veel mooier... 1 hour later. Mooi geluid, heel mooi geluid. Het staat ook niet zo. Maar het was niet met allemaal lichten eromheen. Geen ambilight of zo, nee. Dat dacht ik dat alles ging meekleuren. Nee. Je hebt wel die irritante exit bordjes, die zijn daar dus niet. Dat is echt een soort franchise, een heel concept. Al die zalen zijn hetzelfde. Bart is helemaal gelukkig voor de nieuwe schermen. Ja, Eet smakelijk! We gaan het spelen. We gaan een slijmjurk maken. Jurk. Slijmjurk. Slijmjurk. Dat heb ik net ook al gedaan. Joris. Wie heeft de mooiste drolletjes gemaakt vandaag? Wie is de drollenkampioen? Kijk, ik heb deze allemaal gemaakt. Deze? Nee, ik wil niet weten welke jij hebt gemaakt. Want dan is het misschien niet eerlijk welke ik kies. Niet zeggen. Oké. De roze. De roze. Die is... Oh, is die van Joris? De roze is ook van Joris. Hij heeft heel mooi gemaakt. Yay! En wat is de prijs voor Joris? Een drolletje. En toen was het alweer avond. Wat gaat het toch snel de tijd. Bart en ik en Jola die hebben net nog eventjes een foto gemaakt voor Serious Request. We deden namelijk mee aan deze hashtag. En het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen een familiefoto of foto dat ze samen zijn delen op Instagram met die hashtag. En op die manier steunen wij Serious Request. Dank jullie wel voor het kijken voor vandaag. Dat wil ik wel nog even zeggen. En abonneer voor meer. Zoals altijd. Doei doei!